De Nissan Ariya. Eindelijk is hij hier. De elektrische SUV van de Japanse constructeur. Is hij het lange wachten ook waard geweest? De Nissan Leaf was een pionier bij elektrische auto's. Maar eerlijk is eerlijk, lelijk een auto. Dit is wel iets helemaal anders. Zelfs mooi, ik zie wat Lexus-trekjes erin. Een andere klasse. Ja, absoluut. Dat is het eerste ook dat mij opgevallen was toen ik hem ging halen. Er zit heel veel stijl in. Het is echt een heel stijlvolle auto geworden. Want ja, oké, de allereerste Leaf, dat was inderdaad de vorm volgde de functie. De tweede was al wat meer modalige stijl, maar dat was nu ook niet exceptioneel. Maar dit springt er echt wel uit. En inderdaad, die Lexus-trek, zeker achteraan, met die lichten, zie je inderdaad wel ja, dat premium. Ja. En niet toevallig, ja, Lexus is ook het premiummerk van Toyota. En ja, die Ariya gaat daar inderdaad ook wel naartoe. Naar die luxueuze SUV's die je normaal gezien zou verwachten bij de ja, premiummerken, genre Mercedes, BMW, Audi, Lexus. Nu over die Leaf gesproken. Die had wel iets heel handig. Je komt hier laden. Ja, dat is niet het geval. Nee, dus gewoon een volle zwarte plaat. Daarvoor moet je nu hier zijn. Hè. Hier zit de laadpoort. Trouwens, de Leaf kon je enkel maar met de zogenaamde Gademo laden. Waar is de tijd? Waar is de tijd? Dat bestaat bijna niet meer. Dus de Ariya wordt bij ons enkel nog aangeboden met CCS, dus Combined Charging System, de stekker die we allemaal kennen, Europese standaard. In Japan daarentegen bestaat er wel nog met Gademo. En dat is toch een klein puntje van kritiek van Nissan. Die Gademo, of hoe je het ook wilt uitspreken, stekker, die zit gewoon aan de andere kant. Dus daar in Japan heeft hij twee poorten. Ja. En ik heb mij de vraag gesteld waarom dat bij ons niet het geval is. Want die Leaf, je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar die laadpoort die van voor zat, was wel superhandig. Ja, als je naar de snellader reed, maakte niet uit waar je stond, je kon die stekker er altijd in steken. Hier ga je echt moeten zien dat je goed dicht tegen de lader en aan de juiste kant van die lader staat. Of je krijgt weer, zeker de snellader, hè, of je krijgt er de kabel niet in. En dan is dat natuurlijk wel makkelijk als je aan twee kanten, genre Taycan of Audi e-tron GT, die hebben dat, dat je aan twee kanten een poort hebt. Dan maakt het laden wel een stuk makkelijker. Nu, het formaat. Hij lijkt compact als je hem schuin 3/4 voor ziet. Maar langs achter heb je dan toch die lengte door dat duikende daklijn. Ja, de basis is die van de Megane. Dus hoe moeten we die in de juiste plaats er tegenover? De ENIAC. Skoda ENIAC. Ja. Voor u. Is dat een compacte SUV of niet? Zowel eerder voor de grotere. Hij is op een paar centimeter, een paar millimeter na, exact dezelfde lengte, breedte en hoogte als de Skoda ENIAC. Dat zou je niet zeggen. Dat zou je niet zeggen. Ja. Komt door die tweekleurige daklijn. Dat buigt zo wat af en dat maakt dat hij eigenlijk een stuk compacter lijkt dan hij eigenlijk is. Dus het is echt een grote jongen, 4,6 meter in de lengte. Een wielbasis van 2,8 meter. We gaan straks in het interieur zien wat dat daar het grote voordeel van is. Het is een vrij grote jongen, maar hij hoogt inderdaad compact. En zoals je inderdaad al zei, inderdaad op het chassis van de Megane. Dus het CMF EV-platform van Renault Nissan, zeg maar. Wat is wel een andere klasse? Het is een andere klasse, dus dat van de wielbasis bij Renault is veel kleiner dan het hier het geval is bij Nissan. Dus, maar het is wel dezelfde basis. Ja, en wel. Met dat verschil, naast uiteraard de lengte, dat de batterijbox bij Renault is die extreem dun. Hier zit de batterijbox is zowel langer, uiteraard langer wielbasis, als hoger. Dus er zitten meer cellen in, maar daar komen we straks op terug. Er zitten meer cellen in en dus is een groter vermogen van de batterij. Wel logisch is gezien, grote formaat. Wel logisch, ja. Ja. Geen frunk vooraan. Nee. Want? Want de motor, hè. En de power electronics. Dus voorwiel aangedreven? Afhankelijk van welke versie dat je wilt. Hij bestaat ook in vierwiel aandrijving. Zoals Nissan het noemt, de E4ORS. 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 E-Force zal het zijn. Ja, E-Force. En dan heb je dezelfde motor eigenlijk achteraan. Dat is trouwens altijd dezelfde motor. Dus ook in de Megane is dit exact hetzelfde. We kunnen dat hier uitnemen in de Megane E-Tech leggen. Past perfect. Het is exact hetzelfde. En bij de Ariya is die uiteraard iets vermogender, zeg maar. Louter omwille van het feit dat je een grotere batterijpakket hebt. Dus hier zit je de basisversie.
dat is dan met een kleine batterij van 63 kWh, dan zit je aan 218 pk. Heb je de 87 kWh batterij, zoals hier, dan is dat 242 pk. En heb je dan die 4Hours, die wielaandrijving, 306 pk en 600 Nm, in plaats van 300 Nm bij de andere twee. Uiteraard, twee motoren, al twee. Wat is dan nog interessant van allemaal te weten, dat is dat die motor, dat is een synchroon motor, maar niet met permanente magneten, zoals dat bij de meeste van de concurrenten het geval is. Hier is dat een elektrisch bekrachtigde synchroon motor. Wat betekent dat? Heel simpel, dat is dat eigenlijk in plaats van met magneten, dat je met wikkels rond de rotor je magnetisch veld opwekt. En wat is daar het voordeel van? Dat is enkel voor Renault en Nissan een voordeel, omdat je geen permanente magneten hebt en dus ook geen zeldzame metalen nodig hebt. En qua productie is dat een stuk gekomen. Dat is het grootste voordeel. Dus een Aria staat op het platform van de elektrische Megane E-Tech, ja. Heet die, geloof ik. Wil het dan zeggen dat het rijgedrag vergelijkbaar is? Want die rijdt hij wel redelijk strak. Ja, de Megane is ongelooflijk. Het is een van de tofste rijdende elektrische auto's van het moment. Ja. En dat kunnen we niet zeggen van een Aria. Okay. Het is te zeggen, uiteraard, hij is vlot en hij is comfortabel, maar het is bij lange na niet de dynamiek die je krijgt bij Renault en zijn Megane. Wat door zijn grotere formaat. Ja, uiteraard. De wielbasis is veel langer. Hij staat ook veel hoger. Hij is veel zwaarder. Dus dat had heel raar geweest, mocht dat nu wel gelukt zijn. Wat wel zo is, ja, hij rijdt aangenaam comfortabel. Dynamisch comfortabel zelfs. Maar ja, hij weegt echt wel veel meer. Het is 2,1 ton. Wat maakt dat Nissan de veren heel strak heeft moeten afstellen om dat gewicht toch redelijk of enigszins in toom te kunnen houden. En dat laat zich echt wel voelen door het feit dat we rijden nu op mooi asfalt. Dat is heel smooth, maar ja, neem kasseien of een baan met heel veel putten en zo, ja, dan ga je echt wel gaan dansen. Dus het is echt wel, op dat gebied is niet 100% goed gedaan, zeg maar. Maar ja, boom, dat kan je eigenlijk ook alleen maar uitvaren als je luchtvering zou hebben of adaptieve dempers. En dat zit er hier uiteraard. Ja, dat is natuurlijk het prijsniveau een beetje. Prijsniveau, ja. Gaat dat omhoog, ja. Gesproken over rijden, ik weet, de Nissan Leaf had die one pedal drive. Hoe zit dat hier? Ik zie een knopje. Ja, hij heeft dat ook. Maar het is helemaal anders dan bij de Leaf. Want bij de Leaf, die one pedal was die e-pedal was one pedal drive. Dus gewoon volledig tot stilstand komen met door het gas te lossen. Dat doet deze niet. Maar dit systeem is wel veel beter. Het is eigenlijk een adaptieve regeling, zeg maar. Waarbij dat als je het gas gaat loslaten, dat de auto rekening gaat houden met de omgeving. Dus we zitten nu in druk verkeer. Als ik nu mijn gas of de potentiometer zal loslaten, ja, dan gaat hij ook automatisch stoppen, omdat een auto voor ons vrij dicht rijdt. Dus hij gaat daar rekening mee houden. Stel nu dat we op een baan zitten waar dat niemand is en ik laat los, ja, dan gaat hij zeilen. Dus hij kiest eigenlijk zelf de modus operandi die op dat moment het best geschikt is voor de auto waarmee je het meest energie kan winnen of minst kan verliezen, zeg maar. Dus dat vind ik zeer, zeer, zeer goed gedaan. Ja. Zijn grotere formaat ten opzichte van Megane. Wat is het effect op de rijbereik? Want ja. Ja, natuurlijk, het rijbereik zal ongeveer hetzelfde zijn. Het zal zelfs beter zijn dan de Nissan. Maar dat komt natuurlijk louter door het feit dat hij veel meer batterijen heeft. Ja. Doordat die batterijbox, zoals ik net al zei, ja, groter, hoger is en langer is, ja, zit er gewoon veel meer batterijen in. Wat maakt dat je ook verder raakt. Nu met dat gewicht erbij. Ja, het verbruik ligt wel hoger. Het verbruik ligt sowieso hoger. Toen ik de test heb gedaan, waren we begin van de herfst en dan was 400 kilometer, zat er echt wel in. Nu vandaag, ja, het is winter, het is koud. Ja, 350, 300 zal nu vandaag realistischer zijn. En ook nog iets om rekening mee te houden. Hij heeft ook meer vermogen, maar ook dat laat zich eigenlijk niet voelen. Pas als je hem in sport zet, als je de rijmodus in sport zet, dan voel je echt dat er echt wel wat meer power in zit. Maar zoals nu, gewoon in normal, is dat eigenlijk vrij lijzig, moet ik zeggen. Als je gas geeft, dat gaat wel vooruit, maar niet... Aanpastaande gezinsroeping. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja. Over gezinsroeping gesproken, hoe zit het met de ruimteaanbod? Want ik had een beetje het gevoel dat je nogal een beetje gekrompen zit. Ja, wel, dat is inderdaad... Ik had net hetzelfde toen ik de detailtest deed. Het probleem is, en daar heb ik achteraf hebben wij die bedenking gemaakt, door het feit dat de batterij... boksen hoog is, ja, zit je eigenlijk al vrij hoog. Ja, de knie is niet te hoog, hè? Inderdaad. Ja, de CX, daar moeten ze ook rekening mee houden met aerodynamica. Dus heeft Nissan het dak vrij laag gemaakt. Wat maakt dat de ruimte tussen vloer en dak eigenlijk hetzelfde is als wat je krijgt in een hatchback.
En dat is ook de zitpositie die je nu hebt achter het stuur. Je zit eigenlijk als in een gewone hatchback. Het probleem is, je stapt in een SUV. Ja. Dus, je brein denkt van een SUV te zitten, dus rechtop en hoger. Maar in feite zit je in een hatchback. En dat geeft een heel bevreemdend gevoel. En dat zorgt ervoor dat de meeste mensen die ik spreek, die in een Ariya hebben gezeten, of er eens mee gereden hebben, dat die allemaal zeggen, ja, het zit raar. Ja. Ja, kwestie van gewoon worden. Het is kwestie van gewoon worden. Moet nu wel zeggen, ik heb al in comfortabelere zetels gezeten ook hoor. Niet dat dat een heel groot probleem is, maar ja, als je dan toch gaat voor de familiale roeping en voor het comfort, dan had Nissan misschien toch wel iets meer moeite mogen doen in nog comfortabelere zetels. Maar. En op de achterbank, hoe zit dat qua ruimte? Ik heb de indruk dat dat wel dik in orde is. Ja, dat is dik in orde. Ja. Zoals daarnet ook al gezegd, hè, het is het formaat van een Enyaq. Dus ja, je krijgt dan ook het plaatsaanbod ongeveer van een Enyaq. Ja, dus lange wielbasis. Lange wielbasis. Vanachter, onze cameraman zit vanachter. Ik zie dat hij zeer, zeer comfortabel zit. Dus er is ruimte zat. De koffer is ook limiet. Maar ja, dat komt door die aflopende daklijn. Ja, en de hoge dingen, waardoor dat je daar ook weer wat ruimte verliest. En ook motor achterin. Dus ja, dat is een beetje... Maar al bij al zijn er die er veel slechter doen. Maar er zijn er ook die beter doen. Ja, wat ik wel heel mooi gevonden is het interieur. Je hebt zo die touchknoppen in dat namaakhout. Ja. Je hebt hier dat heel zachte afdrukmateriaal. Ja. Je hebt hier een box hier, ook heel mooi gedaan. Het heeft wel een premium feel. Het is ongelooflijk wat een vooruitgang dat Nissan gemaakt heeft. Zelfs als je kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwe X-Trail, bijvoorbeeld, wat nu een topproduct is bij de verbrandingsmotoren. Ja. Zelfs daar steekt die Ariya eigenlijk nog boven qua afwerking. Het is inderdaad zoals je zegt, het is eigenlijk... premium gevoel. Allee, ik wil zeggen, ik denk niet dat Mercedes of BMW momenteel veel beter doen dan wat Nissan aflevert. En het zit ook vol met slimme vondsten. Hè. Bijvoorbeeld de armsteun hier, ja, die verschuift elektrisch. Er zit een camera in de spiegel. Dat is de meerwaarde, vind ik, beperkt. Maar... Dat is een beetje het probleem. Ze zijn heel ver gegaan in hun luxe aanbod. Er zitten heel veel snufjes op waarvan ik denk, wauw, dat is echt voor een hoger segment. Maar er zijn ook wel een aantal dingen waar ik me van afvraag van ja... Wat is inderdaad de meerwaarde? Dus zoals je al zegt, ik vind dat geen meerwaarde. Ik heb het nooit gebruikt. En dan plus, de camera die je nodig hebt voor hier het beeld te krijgen, dat zit in het gezichtsveld als je gewoon een spiegel gebruikt. Ja, dus en als je de digitale spiegel gebruikt en het is een beetje slecht weer, dan heb je dan een spray. Je niks, inderdaad. Hier zit een bakje in dat je elektrisch opent. Stel me ook de vraag waarom dat nodig is. Het gaat veel sneller manueel. Maar voor de rest, ja, het is een heel aangename... kokon om in te zitten. En het zit vol. Ja, bij Nissan spreken ze van kunstvormen die ze gebruikt hebben. En ik ben nu geen echte kunstkenner, dus ik heb geen flauw idee waar ze dan naar verwijzen. Maar bijvoorbeeld die insnijdingen hier met dat licht in die deur, dat verwijst naar een of andere Japanse kunstvorm. Ja, ik wil dat best aannemen, want het ziet er inderdaad zeer kunstig uit. En dan... Of het is toch heel goede marketing in elk geval. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, inderdaad, goede marketing. Er zat een vertraging op de Ariya. Ja. Chipproblemen, het eigen van auto, welke in 2021 al beschikbaar moeten zijn. 2020 stond eigenlijk al gepland. Begin 2021 moest hij er normaal gezien zijn. Maar inderdaad, zoals gezegd, halfgeleideproblemen, coronacrisis. En nu, leveringstermijnen? Exact hetzelfde als bij de meeste andere constructeurs met elektrische auto's. Een jaar. Zal van nog. En voor hoeveel spreken we dan? Wel, Nissan heeft, om de levertermijnen zo kort mogelijk te houden... Want toen de auto pas uitkwam, toen wij hem de eerste keer getest hadden, kon je nog in verschillende uitvoeringsversies kon je hem bestellen. Dat gaat nu niet meer. Je hebt enkel nog de Evolve, zoals dat hier staat. Ja. Dus er is één uitvoering, wel met, zoals dat net gezegd, twee batterijen. 63 kilowatt en 87 kilowatt. En die 63 kilowattuur batterij die begint aan €60.600. Okay. Dus dat is heel veel geld. De concurrenten doen het goedkoper. Maar, nogmaals, wanneer is een Evolve, je hebt onmiddellijk de topuitvoering. Dan moet wel één belangrijk kanttekeningetje bijgemaakt worden, een kanttekening, zeg maar. Bij die basisversie van de €60.000 moet je eigenlijk onmiddellijk €1.000 bij doen. Want die kleine batterij, 63 kWh, die heeft maar een interne omvormer van 7,4 kW. Enkelfase dus. Niet heel premium. Nee. Dus 7,4 is ten eerste al. Nou, oké, ça va wel voor thuis, maar het probleem is als je naar een openbare laadpaal gaat, en dat is een drie fasen. Ja, dan mag je die 7,4 al delen door 3. Dus dan zit je met eigenlijk wat uit een stopcontact komt, zit je dan te laden aan een openbare laadpaal. Dus daarmee kom je niet. Dus wel straf is dat voor alle andere versies en optioneel krijg je een 22 kilowatt lader.
De meeste andere auto's houden bij 11, dus 22 is wel knap. Maar bij die basisversie moet je daar dus wel 1000 euro voor bijtellen. Oké, en als we nu spreken over de duurdere varianten? De dure variant, dat is zoals hier 87 kWh, die begint dan 67.000. Okay. Dus dat is wel 7.000 euro duurder. Maar dan zit die 22 kWh lader er onmiddellijk bij. Evenals de andere luxe. Dus, en we hebben het net al in het interieur gezegd, ja, er zijn heel veel dingen die erbij zitten. Een travel assist met dat hij u helpt van rijvak te veranderen. Noem het, het zit erop. Bose geluidsinstallatie, elektrische zetels. Alles is voorzien. Warmtepomp, heel belangrijk. Warmtepomp, standaard. Dus alweer 67.000 euro is heel veel geld. Premium geld. Maar ja, bon. Hè? De luxe zijn er dan. Dus als je voorbij de badge kunt kijken... Als je voorbij de badge kunt kijken, dan koop je eigenlijk heel veel waar. Maar ook voor heel veel. Voor veel geld, ja. Zoals dat gaat met premium auto's. Zoals dat gaat met premium auto's. Dus even samenvatten. Wat is er goed aan de Nissan Ariya? Nissan heeft met een Ariya een totaalpakket uitgedokterd en uitgewerkt waar iedereen zijn gaat in kan vinden. Hij is stijlvol, hij ziet er mooi uit, hij is luxueus, heel comfortabel van binnen, heel ruim, praktisch, heeft een rijbereik dat navenant is, zeg maar, waar je eigenlijk wel mee uit de voeten kan. Stel je voor dat de Ariya er effectief was geweest eind 2020, begin 2021. Dat is ongeveer het moment dat Volkswagen ook met ID4 er kwam, Skoda met zijn Enyaq iets later. Kan je je voorstellen dat een Ariya dan op de markt was gekomen? En impact had wel een pak groter geweest. Dan hadden ze die pioniersrol die ze met de Leaf hadden waarschijnlijk ook waargemaakt nu bij de SUV. Het probleem is, hij is er niet. Hij is er pas nu. En nu is de concurrentie veel groter. Want, ID4, Enyaq, die zitten nu bij de meeste mensen die een EV zoeken top of mind. Er zijn ondertussen Toyota bijgekomen, Subaru, Kia, Hyundai, noem maar op. Bijna alle merken hebben een SUV, EV of toch iets soortgelijk in de middenklasse, in de aanbieding. Dus ja, nu komt die Ariya eigenlijk de hoop vergroten. Met een aanbod dat bij alle andere merken ook te vinden is. Met een merk dat niet bij iedereen onmiddellijk in de gedachten gaat springen. Over dat merk gesproken, zijn ook premium prijzen. Oké, premium aankleding is ook een probleem. Voor ons is dat geen probleem. Wij kunnen daar doorkijken. Alleen leert ervaring, en ik ga ervan uit dat je mij daarin bijstaat, dat de consument niet per se denkt wat een autojournalist denkt. Dus ik vrees er een beetje voor. Ik denk als je met dat budget afkomt, van 60.000 euro minstens, weten dat je daarvoor bijvoorbeeld ook een Model Y hebt. Dat er... Die niet zo mooi afgewerkt is. Die niet zo mooi, belangen niet zo mooi afgewerkt is, die belangen ook het plaatsaanbod niet heeft, maar dat wel heel wat mensen gaan zeggen, ja, het is een Tesla. Dus dat is ook een beetje een maar, zeg maar, aan de Ariya. Dus ja, hij is wel laat op de markt en weegt de Nissan badge zwaar genoeg om die prijzen te verantwoorden. Dat is de vraag. Maar dat zijn uiteindelijk randfenomenen. Want er valt niks op te zeggen. Rationeel gezien is dit misschien, ik kan niet zeggen de beste, maar zeker bij de beste EV's van het moment in de middenklasse. Steven, bedankt voor de uitleg. Jullie, bedankt voor het kijken. Je vindt nog meer videotests op het YouTube-kanaal van Autogids, dus abonneer je zeker. En voor de rest, volg het nieuws op autogids.be. Tot de volgende keer.